Je bent niet interessant als 28-jarige. In een weekend kwam het spel Mario Odyssey uit, ken je Mario? En ik had dat gekocht en een vriend vroeg, wil je met mij mee uitgaan dit weekend? Ik zei nee, want dat spel is uitgekomen en ik blijf liever thuis. He, weekend in, weekend uit, maand in, maand uit, bleef ik weekenden een lange tijd thuis, omdat ik niet sociaal wilde zijn en ik ben ook een beetje ongemakkelijk daarin geweest. Misschien proef je nog een beetje daarvan, maar doei liefje, ik zie je. Ik maakte niks interessants mee, dat was de situatie toen. En ik besefte, als ik dan uiteindelijk content ging delen op social media, ik had ook niks interessants om te delen. Wat mij, toen was ik niet 28 jaar, nu ben ik 28 jaar. Ik weet niet wanneer dat spel kwam, was een aantal jaren geleden uitgekomen, maar toen was ik niet interessant. En als ik vandaag de dag ook mijn weekenden zou spenderen alleen maar om een nieuw spel dat eruit is gekomen te spelen, zou ik behalve dat spel waar ik dan over zou kunnen delen als content creator online, niets anders interessants te delen hebben. En weet je wat het is? Ik kon ook een volledige gamer geworden zijn. Dan zouden heel veel mensen het interessant vinden om misschien te horen wat ik te zeggen heb over het spel Mario Odyssey. Of ze zouden kijken naar hoe ik het spel speel. Want een vriend van mij, die heeft meer dan 100.000 abonnees en die speelt een kaartspel online. En dat is gewoon zijn werk geworden. En hiermee wil ik twee dingen zeggen. Maar het maakt niet uit wat je leeftijd is. Je hebt altijd iets interessants om te delen. Maar soms is het zo, zoals bij mij in dat geval toen de tijd, ik maakte gewoon niets nieuws mee. Waardoor ik ook niets nieuws en naar mijn inziens interessants te delen had online. En dus bij de gedachte van wat zou ik dan online delen, mezelf niet belangrijk genoeg vond om dat te gaan doen. Bleek ook zo te zijn dat ik achteraf gezien gewoon over het spel Mario kon delen wat ik daarvan vond. Dus mijn antwoord is roeien met de riemen die je hebt. Als je vindt dat je niet interessant bent, dan zit het al verborgen in de dingen waar jij interesse in hebt. Wat het ook mag zijn. Als jij denkt dat niemand je wil aanhoren, omdat je, zoals ik toen, weekenden nooit wegging, dan heb je waarschijnlijk al genoeg te vertellen over de dingen die je in het leven al aan het doen bent. Als dat game is, vertel je over gamen. Dat vinden mensen echt wel interessant. Dus ik merk dat deze video een beetje een plot twist wordt van, als 28-jarige ben ik wel interessant. Al zou ik heel de dag binnen zitten en gamen, zou ik daarover delen op social media. En zo ben jij ook interessant. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Je hebt altijd iets om te delen. En het zit al verborgen in de dingen die je graag doet en heel veel dagelijks doet. Doei. Ik ben Marco. Wie ben jij?